Ze weet zelf hoe het voelt om weinig inkomen te hebben. En Gerry is altijd op zoek naar tips en trucs om goed rond te komen. Op een gegeven moment werd het eigenlijk een beetje een vreemde hobby. Waarin ik alles begon uit te pluizen op het gebied van goedkopere alternatieven, goedkope ideeën, gratis ideeën. Nu geeft ze de cursus Meer doen met weinig geld, samen met een lotgenoot. Wat wij doen in de cursus is een grote veelheid aan praktische tips meegeven, maar juist ook het gebeuren waarin men samen gaat werken. Waardoor mensen echt mogelijkheden niet alleen gaan zien, maar ook in het hart gaan voelen om zich daarvoor te openen. De cursus hebben ze opgezet nadat ze zijn getraind bij Zwolle Doet. Die vrijwilligerscentrale traint Zwollenaren die op de armoedegrens leven of ervaring hebben met eenzame allochtone ouderen. Ze leren hoe ze lotgenoten in beweging kunnen krijgen. En de training is erop gericht om de kracht die deze mensen hebben gevonden in zichzelf om een verschil te gaan maken in hun eigen leven, uit te bouwen, te versterken. En ze van daaruit een plan te laten maken om in hun eigen doelgroep ook dat verschil te gaan maken, om het door te geven. En dus geven Joella en Gerry al hun praktische tips door aan hun cursisten. Ik moet eerlijk zeggen, de dames brengen een enorm gevoel van deskundigheid op bepaalde vlakken. Ze weten waar ze over praten, maar ze sporen niet helemaal. Ze doen altijd een beetje raar, maar dat brengt een heleboel gezelligheid met zich mee. En dat maakt ook dat je nadenkt van, het is niet allemaal één groot tranendal. Het hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Denk na en je komt er wel uit. Maak zelf een cadeau. Bijvoorbeeld, er is heel veel te doen met beperkt materiaal. Als voorbeeld, zelf heb ik een volkstuin. Omdat ik het prettig vind om te weten wat ik eet, maar ook omdat ik er minder geld aan uit wil geven. Als ik weinig geld te besteden heb, dan kan ik een leuk groentepakketje met een cellofaantje of een papiertje heel persoonlijk maken. En dan kan ik dat weggeven. Een ruildag organiseren, dan nodig ik al mijn vriendinnen en kennissen uit bij mij thuis met de mededeling. Neem alles mee waar je klaar mee bent en wat je niet leuk meer vindt. En neem terug wat je mooi vindt en wat je staat. En ik heb een gevulde kledingkast zonder dat het me ook maar iets heeft gekost. Het blijft niet alleen bij praktische tips. De cursisten moeten ook weer in hun kracht komen te staan. Niet kijken naar wat je allemaal niet kan, dat je niet naar Amerika kan op reis, maar dat je wel in Dals op een camping kan gaan staan. En dat is ook vakantie. Dat op die manier mensen gewoon zich gaan realiseren van, ik kan mij blijven richten op alles wat niet kan, maar ik kan ook kijken wat er nog wel mogelijk is en ook leren van elkaar. Ze zetten je aan het denken. Dus niet alles hoeft heel duur te zijn en niet alles hoeft geld te kosten. En niet alles wat duur is, is ook per se goed. Iets wat goedkoop is, kan misschien beter zijn als iets wat heel veel geld gekost heeft. Dat zegt niet altijd wat.